Martijs, hoe lang heb jij in de overwinning geloofd vandaag? Nou, ik voelde me wel goed, maar Abrahamsen die reed natuurlijk niet mee. Dus ja, dan weet je wel dat er iemand frisser naar de finish gaat. Maar op het laatste klimmetje voelde ik dat die twee jongens net iets sterker waren. Dus toen heb ik gewoon voor het podium gereden. Frustrerend was dat die samenwerking eigenlijk niet optimaal was? Ja, tuurlijk. Dat is frustrerend, maar ik heb me daar wel snel overheen gezet. En vooral met Vermeers blijven rijden. Op een gegeven moment, wat ik zei op dat laatste klimmetje, reden hun bij me weg. Maar ik kon wel tempo blijven rijden, dus toen dacht ik, ik ga vol voor het podium. Dat is eigenlijk het hoogste haalbaar. Wat voor dag was het vandaag voor jou? Want ja, veel onverharde stroken, chaotische koers denk ik. Ook een beetje een kwestie van geen pech hebben. Zeker, het is heel belangrijk om geen pech te hebben. Eigenlijk kon ik de hele koers van voren bij de eerste 20 al die stroken opdraaien. Dat scheelt natuurlijk heel veel. Dus heel veel energie kunnen uitsparen. En ik had gewoon een hele goede dag, dus dat helpt ook mee. Fijn is dat voor jou om hier mee te strijden, want je bent het seizoen natuurlijk goed begonnen. Hè? Meteen ook een overwinning geboekt. Hoe heb je die maanden daarna beleefd en hoe gaat het nu eigenlijk met jou? Ik heb die maanden daarna nog wel een paar goede wedstrijden gereden. In Coppi e Bartoli en in Denain. Maar de periode met de Amstel en Brabantse Pijl was net iets minder persoonlijk. Daarna een paar weekjes met mijn knie lopen sukkelen. Maar ik kan nu wel zeggen dat ik nu weer op niveau ben. En ik denk dat ik ook wel laat zien met dit soort wedstrijden dat ik dit jaar wel weer een stap heb gezet. En in dit soort wedstrijden ook mee kan doen. Zijn jullie als ploeg richting het NK aan het werken? Tuurlijk, NK altijd een belangrijke periode. Volgende week Baloise Belgium Tour. Ook vandaag, we hebben gewoon in de breedte een hele goede ploeg. Dus ja, ik denk dat we komende week ook iets leuks kunnen doen. Het is natuurlijk ook een gouden kans dat NK geen Mathieu aan de start wat mogelijkheden moet openen. Hè? Ja, zeker. Toch wel in de breedte best een sterk deelnemersveld vandaag. Ik denk dat we als ploeg heel blij mogen zijn met dit resultaat. Er was ook een beetje kritiek op de ploeg op het feit dat ze geen ZLM Tour reden. Wel dit dan terecht? Of hoe kijk jij daarnaar? Wij als renners beslissen niet mee natuurlijk in dat proces. Dus het is moeilijk om daar iets over te zeggen. Maar ik snap de ploeg ook wel. In de breedte hadden we veel blessures. Dus de bezetting het was allemaal een beetje gering. Voor de kritiek zal ook vast iets te zeggen zijn. Dus ik meng me daar niet echt in, eerlijk gezegd.